Daar zitten nog twee plekjes. Even een tip met jullie delen. En het wordt een mooie dag. Het is namelijk gebeurd. Jawel, jawel. Bart. Maar mama is oh jezus, wat ben ik wit. Mama is nog steeds niet bevallen. Nee, gelukkig niet. De babykamer is in gang gezet. Zoals jullie misschien gisteravond hebben gezien. Ik zal zo even laten zien hoe het er inmiddels uitziet. Want de commode en de kast staan ook in elkaar. En een bedje. Deze man. Maar goed, het is nog niet helemaal af. Er gaan natuurlijk nog heel veel dingetjes gebeuren. Namelijk, ik ga nog een baan schilderen achter de commode. Bart moet de achterkant van de kast nog even omdraaien. Want als je er nu in kijkt, dan kijk je tegen de verkeerde kant aan. Ja, ja, ja. Eén foutje, moet kunnen. Ik kan al helemaal geen meubels in elkaar zetten, dus ik zeg niks. Maar het moet nog even, dan kan ik daarna de kleding erin leggen. Ons ontbijt van vandaag. Je hebt hier weer echt zo'n wakker wordt pluk. Nee, dat is mijn antenne. Dat is je zij-antenne. Zo, ik heb vandaag even wat dingen in de gang afgewerkt. Namelijk deze. Die moest ik nog heel lang afplakken met van dat witte folie. En dat heb ik nu eindelijk gedaan. Ja, goedkope oplossing, maar het is wel best makkelijk te doen. Ik keek er eigenlijk een beetje tegenop. Ik dacht van, ik weet niet hoor of mij dat gaat lukken. Dus het lag er al een soort van een maand. Maar ja, toen ging het toch best makkelijk. Met zo'n schrapertje. Af en toe moet het kunnen, toch? Ah, warme chocomel. Ah. Het enige voordeel van koude dagen. Zo, ik heb allerlei kasten uit elkaar gehaald. Samen met mijn moeder, niet gevlogd, sorry. Die naar mijn moeders huis gebracht. En nu ben ik weer terug. En ik heb trek, dus ik ga even een yoghurtje eten met wat muesli en zo. Deze. Heb ik van Alfa. En straks misschien even een eindje met Bart erbij. Lexie gaat helemaal uit het dak. Want er zijn mensen die komen een telefoon overnemen van Bart. Sorry daarvoor. When I see the trees, the leaves are even greener. The flowers seem to smell a little sweeter now. Each day is radiant and new. Life's a little better with you. Is op en we gaan verder met deze crackertjes met gebakken eitjes. Hè? Noem je mij een feeder als jij dit allemaal zelf in je mond stopt? Ja, maar jij gaat het mij allemaal voorschotelen en jij kwam met chocomel aan. Gelukkig heb ik inmiddels zoveel bewogen dat het er allemaal alweer af is. Ah. Ja. Zo, nou terug in het kamertje en nu ga ik dus echt de strook die achter de commode komt, muisgrijs schilderen. Ik heb een heel verfpak aan, want dit keer had ik echt geen zin meer om me om te kleden in die vieze verfkleren. Ik heb nu een heel pak aan wat overal overheen gaat. Vet handig. En dat voor één muurtje. Prachtig, hè? Kijk, dus hier heb ik afplaktape geplakt. Helemaal recht. Althans, dat hoop ik. En dan heb je straks een heel mooi vlak. Daar zitten nog twee plekjes. Nou, boodschapjes doen. Ik heb Jolaatje opgehaald. Hey! Yay! Yay. En het voordeel van als Bart niet thuis eet, die eet niet thuis namelijk vandaag, is dat Jola dan mag kiezen wat we gaan eten. Wat gaan we halen? Wat gaan we halen? Wraps! Ja! In de volmaak. Zo schattig. Jola die tilt helemaal de tas voor mij. Gaat dat met je haar? Zit het helemaal in de knoop? Waarom doe je dat om je hoofd, schat? Doe maar niet om je hoofd. Gewoon alleen om je schouder. Dat krijg je ervan als je je haar weer los doet op school. Mama, het was gewoon... Ik wil wel weer rocket roll. Rocket roll wilde Jola op school. Rocket roll. Ja, we hadden dansles. Oh, wat leuk. Ik mis dansen. Echt? Ik wil ook dansen weer.
Bart is meteen doorgegaan naar de sportschool. Super goed van hem. Jola ligt in bed en ik ga eten. Moet ook gebeuren. Beetje stil, want Jola ligt in de kamer hiernaast. Maar ik wil nog even een tip met jullie delen. Een hele goede. De Lidl, daar was ik laatst geweest. En even serieus. Dit is zo lekker. Oh. Kennen jullie After Eight? Nou, daar ben ik al verslaafd aan. Maar dit, echt serieus. Had ik het al gezegd? Hij is op. Bart is vlog aan het kijken. Op, op. Graag, Bart. Oh, nee, hij is niet op dit. Maar ik kan het echt niet meer open. Met... Oh, hij is al weg. Ik moet ook nog aanzetten. Aankomen, dacht ik dat je dat wil zeggen. Ik moet ook nog aankomen. Eet lekker, schat. Je kan het gebruiken. Beetje vet hier en daar. Nou, dank jullie wel voor het kijken van vandaag. En tot morgen. Mwah!